Goedenavond, ik ben Sean. Ik wil wat vertellen. Een paar weken geleden, even een verhaal, zit ik achter mijn bureau een aflevering te kijken van Patty. En Patty is een spirituele vrouw. Je hebt een YouTube-kanaal, de G-Team Paranormal Investigators. Erg spannend. Dit is Patty. En ik zit net een aflevering te kijken, net als de vorige keer. En knalt die deur in één keer open. Met een rotgang, echt waar. En nu, net vanavond, gaat die met de rotgang weer dicht. Echt ongelooflijk. En vreemde geluiden en zo, kloppen. En, net als, en dan nou, ineens is het weer helemaal rustig een paar weken. En dan begint het weer. En nou ja, weet je, ik had mijn camera neergezet vorige keer en had ik de deur dicht gedaan. En toen gebeurde hetzelfde. Heb ik opgenomen, laat ik nog zien. En dat wil ik nu weer proberen. Ik weet niet of het gaat, maar goed, ik ga het gewoon proberen. Ik zit hier gewoon lekker relaxed. Ik had de kaarsjes aan. Even goede relax muziek. En zo. En die masker, wat ik even zeggen. Deze masker, dat is een apart verhaal. Dit zijn twee messen, hij houdt de messen zitten erachter. En die ene mes die hoog zit, die is speciaal. Laat ik allemaal zien nog of die kan bewegen. En hij gaat ook iedere keer omhoog. En ik doe hem iedere keer weer naar beneden. En hij gaat weer omhoog. Dus dat is een ding. Daar ga ik nog mee verder. En verder. Hey Percy, hij schat. Dit is Percy, mijn vriend. Sinds nou 4 maanden of zo heb ik het uit het asiel. Hij schat, ja, lief het. Doe even licht aan. Zoals je ziet ben ik helemaal alleen. Dit is de badkamer. De keuken. Is mijn wc'tje. Nog niemand. Nee, je weet het niet. Er gebeuren vreemde dingen. Dus ja. Dit is de washok. Dit is mijn huiskamertje, keukentje. Oké. Dan zet ik hem weer neer. Zo staat hij goed volgens mij. Oké. Ik krijg het wel helemaal spannend van. Oké, dan ga ik de deur dicht doen. Oké, nou. En ik zie hier ook iedere keer van die orpjes vliegen. In het begin van de avond was er echt een paar hele mooie. Die heb ik ook gefilmd. Laat ik ook nog even zien. En, als er aanwezigheid is in mijn huisje, zou je dan de deur weer open kunnen gooien? Want het was echt gooien. Oké, dan wachten we gewoon rustig af. Je weet het niet, hè? Het blijft spannend, deze dingen. Ik heb al meerdere dingen meegemaakt op dat gebied. Maar het is ook wel even een dingetje, hoor.
Maar in die tijd hadden we nog geen camera's en telefoons en ja, dus. Kijk, kruk. Ik zeg even niks meer. Wow. Zag je die flitsen? Wow. Oké. Licht is aan. Deur is aan open. Ja, echt. Licht is aan. Oké. Was ik dat anders? Maar ja. Goed, we gaan hem pakken. Oh. Oké. Ik ga hem dan hier op tafel leggen. We gaan even. Ook nog even een licht. Oh, sorry hoor. Even voor. Zo. Dan hebben we even iets meer licht. Dit is de masker. En ik ga hem nou. Oh ja, wat ik nog even laat zien. Dat er dus niks aan zit. Aan touwtjes of zo. Of iets wat dan ook. Dat het helemaal. Niks is. Nou, ik leg hem neer. Als er aanwezigheid is, zou je de mes kunnen aanraken. Ik ga er even bij zitten. Oh. Oké. Ik ben benieuwd of inderdaad, zeg maar. De verleden keer gebeurde dat gewoon. Oh, kijk, hij beweegt. Zou je hem ook ietsje harder kunnen aanraken? Ik ga even staan. Had je hem zeg maar. Ja.
voel wel aanwezigheid in jou. Nou, ik heb hier staan. Misschien hadden we een wat beter. Oké. Hij wijst iedere keer naar de kat. Ze hebben er zin in, hè? Oh, mijn lieve, wel dit. Echt. Er gebeurt hier echt van alles. Die deur ging ook van de week open. Heb ik ook gefilmd. Echt heel bizar. Ga ik ook laten zien nog. Het is echt, echt heel... Ik weet het niet. Nou ja. Kijk eens even. Doe eens gek. Ja. Hey, kom kijken. Wat denk jij ervan? Wat denk jij ervan? Het is toch ongelooflijk dit? Hey. Zie je dat? Hij beweegt, hè? Ja, hij beweegt, hè? Ja, hij beweegt. Echt waar. Kom maar kijken. Ja, hallo. Wat ben je nou aan het doen? Huh? Oh, back out. Dat is echt heel bijzonder, jongens. Ik ga hem pakken. Oké. Niks. Geen touwtjes, hè? Of drukage of wat dan ook. Echt niet. Nou, dit was hem wel. En er zullen best wel nog meer dingen gebeuren.